Ja, Ruud, het lukte weer niet. Je komt op voorsprong en je weet het dan niet vast te houden, ook niet uit te bouwen. Maar tegen dit Sparta had dat wel gemoeten, denk ik, hè? Waarom ligt de nadruk tegen dit Sparta? Nou, omdat Sparta vandaag in mijn beleving niet zo goed was. Nou, dus dat betekent dat wij wel beter waren. Nou, ik vond vooral Sparta niet zo goed. Nee, ik vond ons, wat ik net zei, de eerste helft vrij goed voetballen. En als je weet dat Sparta de laatste weken met 9 spelers van de 11 een heel vast elftal heeft en op verschillende manieren kan spelen, dan hebben wij dat goed gedaan. Alleen de tweede helft niet, zijn we te ver teruggelopen. En dat we de 1-0 niet uitbouwen, dat ben ik mee eens. Want dat wil je heel graag, dat je 2-0 maakt. Maar gaat het niet liggen bij Sparta die zo slecht is? Dat doe je ons tekort. Nou ja, goed. Het zegt met name dat het gewoon niet lukt om een keer over een tegenstander heen te lopen. Als het kan. Ben ik met je eens, ja. En als het moet? Nou, dat is dus waar we het over hebben. En dat je dus ook daarop tracht te wisselen. En ja, dan wil je niet te ver naar achteren lopen. En toch ook die ruimtes benutten aan de zijkant. En nou, dat ging vrij moeizaam. En dat is een beetje misschien op twee gedachten. Dan ging het vertrouwen aan de bal nog hebben, zoals de eerste helft. Ja, dat kan wel beter. Maar ik denk met de nieuwe spelers die we erbij hebben. Die hebben al in ieder geval wel laten zien dat we meer aan de bal durven te komen. Rustiger zijn aan de bal. En daardoor dus ook de openingen weten te creëren. Ja, je ziet dat die nieuwe spelers dan nog niet het helemaal uit kunnen houden, de hele wedstrijd. Klopt. Dan word je ook zwakker. Ja, klopt. En ga je achteruit lopen. Was dat het verhaal die tweede helft? Nee, dat was al in het begin, vond ik. We hadden genoeg mensen achter de bal. Als je de tegengoal ziet, ja. Ik denk dat we dan met 2-3 mensen rond die speler lopen in de 16. Maar je wordt wel wat vermoeider. En ja, dan moet je gaan wisselen. En ik vond dat bijvoorbeeld een aantal wissels wel goed invielen. Shaquille Pinas viel goed in, vond ik. Alleen de kracht moet zijn als het duelspelen wordt. Ja, dan moet je echt duels durven te spelen en kunnen spelen. En dat ligt Sparta wat meer dan wat we vandaag bij ons hebben kunnen zien. Ondanks dat de jongens er alles aan hebben gedaan om toch nog te winnen. Even terug naar die 1-1, je had het er net al over. Wat eraan vooraf gaat is ook niet helemaal lekker natuurlijk, hè, met de doelman. Nee, klopt. Klopt. Ja, het zag er niet goed uit, nee. Nee. Waarom denk je dat hij daar zo wilde uitverdedigen? Ja, dat moet je hem vragen. Maar het zijn natuurlijk risico's die je niet moet nemen eigenlijk. Want je weet dat Sparta met 3 spitsen eigenlijk dicht bij elkaar, dat ze daarop loeren. En ze zijn sterk, dat hebben ze ook laten zien op de tweede bal. Daar letten ze ook heel erg op. Maar ja, als je gewoon die bal verwerkt, dan krijg je die situatie misschien niet. Was dit een uitprobeersel om te zien wat Martin Fraisel kan? Nee, totaal niet. Sinds wanneer moeten wij uitproberen in deze situatie? Dat kan niet. Nou ja. Ik ben vol overtuigd van Martin. En het is een moeilijke keuze, heb ik ook gezegd tegen Luc. Dat doe je niet zomaar aan de hand van de laatste wedstrijd. We halen keeper met een bepaalde verwachting, maar dat wil niet zeggen dat we het vertrouwen kwijt zijn in Luc. We zeiden alleen dat het prestatief niet datgene nog is wat we graag zien. En dan maak je een keuze. Maar nee, in zo'n wedstrijd moet ik niet gaan proberen. Maar is die definitief die keuze? Of kan het zo zijn dat Koopmans volgende week weer onder de lat staat? Nee, Martin blijft gewoon staan. Die maakt het seizoen af, in principe? Ja, of er moet iets gebeuren, maar nogmaals. Het geldt voor eigenlijk elke positie, maar je wil wel vastigheid. En vandaag hebben we met nieuwe spelers gespeeld. Als die fit blijven, ja, dan wil je niet te snel gaan wisselen. Dan wil je ook zorgen dat sterker wordt. En was je blij met zijn optreden vandaag? Met Martin? Nou, het is een andere type. Hè? Hij is heel erg in de coaching, hij is in zijn reflexen. En het is ook niet makkelijk in zo'n wedstrijd, gaat hem eraan staan. Maar ik denk wel dat hij datgene heeft kunnen doen wat in zijn macht was. Ja, ja. Ja, laatste vraag. Ik was even benieuwd, want dat viel me op. Je hebt 3 keer gewisseld, waarvan de ene wissel Pinas was en daarna kwam Katić nog. Maar dat was 2 minuten na elkaar. Ja. Was het niet handiger geweest om tegelijkertijd, want dan kon je nog in de slotfase. Ja, dan kan je nog. Ja, maar ik vind altijd ook wel weer het gevoel en even wat wachten. Ik denk op dat moment hadden we dat nodig. Dat zag je ook met Younes een beetje doorheen ging zitten. Dan kan ik wel wachten, maar misschien ligt hij dan weer in je netje erachter. En dan heb je aan Katić ook niks meer, want dan moet je gaan repareren. Ik vond juist, ik wilde vooraf daar zijn. Maar ja, de volgende keer zal we het wat sneller doen. Maar Johnny moesten we gelijk al schakelen eigenlijk met Shaki. Dus ja, dan kan ik moeilijk zeggen, Shaq blijft even staan, want Ammar komt eraan. Dus die moest er eigenlijk gelijk in. Maar ik snap nu moest je een kwartier binnenknijpen. Ja, ik snap wel de vraag hoor. Ik snap wel wat je bedoelt.